gaat het nog beter dan dat wij het nou momenteel hebben. Dat is gewoon bizar. Het gaat helemaal nergens over. Ja, als je zo met mensen om kan gaan en dan nog zo'n grote bek kan geven aan een telefoon ook nog op afstand. Ah, dan ben je voor mij, wat mij betreft, ben je echt gewoon een waardeloze lul, joh. Ze weten nog niet waar ze moeten slapen. Ongeveer 10 bewoners van een appartementencomplex in Bladel. Ze staan op straat. Anderhalve week geleden moesten ze hun huis uit omdat het na deze brand te onveilig zou zijn. Gemeente en verhuurder zorgden toen voor onderdak in een hotel. Maar daar kwam vandaag een einde aan. En uit protest gingen de bewoners vanmorgen naar het gemeentehuis. I need a place for home. I don't have place for living today. And somebody destroyed my life. Mijn hond had het nog beter als dat wij het nou momenteel hebben. Dat is gewoon bizar. Het gaat helemaal nergens over. Ja, als je zo met mensen om kan gaan en dan nog zo'n grote bek kan geven aan een telefoon ook nog op afstand. Ah, dan ben je voor mij, wat mij betreft, ben je echt gewoon een waardeloze lul, joh. Echt, serieus. Do you know where you're gonna stay tonight, where you're gonna sleep? On the street. Yes, on the street, maybe in the car. In Bladel is verslaggever Birgit Verhoeven. Birgit, hoe moet dat nou met die mensen? Ja, dat weten veel mensen dus niet. Sommige mensen hebben voor vanavond toch een logeeradresje kunnen regelen. Anderen hebben ook echt een permanente verblijfplaats kunnen regelen. En er zijn dus mensen, zoals je hoort, die dus echt in de auto slapen vanavond. Nou, hier op het gemeentehuis zijn ze in ieder geval niet meer. De gemeente heeft vandaag wel nog geholpen, althans geprobeerd te helpen. Heeft ze nog wat telefoonnummers aangereikt voor verblijfplaatsen. Maar de gemeente zegt ook, wij zijn niet verantwoordelijk, want wij zijn geen partij in deze. Dat is echt de verhuurder van het pand. Nou, de verhuurder van het pand zei eerder deze week dat hij druk bezig was met mensen te helpen aan een andere verblijfplaats, andere woonruimte. En vandaag wilde hij niet reageren. Komt er een moment dat ze terug kunnen naar dat appartementencomplex? Nou, dat is dus echt onduidelijk. Het gaat namelijk om dit pand. Dat is op dit moment gesloten of afgesloten. Mensen mogen daar niet in, alleen onder begeleiding, omdat het onveilig is. Het gaat dan over de brandveiligheid. Nou, dat is het eerste waar de verhuurder zo meteen iets aan gaat doen. Dat gaat hij aanpakken. Hoe lang dat gaat duren, dat weet niemand. Er wordt al wel gezegd 6 weken. Maar ja, of de bewoners dan daarna ook echt terug kunnen. En of ze dat dan überhaupt nog willen, dat is dus nog de vraag.